Het is alweer tijd voor de tweede gouden tip van deze dag. En deze wordt door niemand anders gegeven dan de beste beleggingsexpert van dit jaar. En dat is niemand anders dan Martina Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Hij doet het. Ja, hij doet het. Nou, hartstikke fijn dat jullie hier zitten. Er zijn ook heel veel. Beleggingstips die mag ik minimaal 1 keer per jaar geven. Het liefst vaker eigenlijk. En eigenlijk is altijd iedereen op zoek naar die gouden tip wat er echt uitspringt. Nou, ik ben vermogensbeheerder, dus ik ben sowieso al eigenlijk wat saaier. En eigenlijk passige tips voor een jaar, die passen niet bij me. Dus wat ik dan meestal doe, is gegeven de marktomstandigheden kijken waar je in ieder geval de winter mee doorkomt binnen een goed gespreide portefeuille. Nou, ik weet ook dat de meeste mensen altijd heel erg graag Nederlandse aandelen willen hebben. Of aandelen die op de Nederlandse beurs genoteerd staan. Moet ik u weer teleurstellen, want dat doe ik ook niet. Dus ik ga u wat internationaler vertellen, precies zoals wij dat zelf ook doen bij Vintesse. En het is heel simpel. We weten allemaal, op obligaties verdien je niks. Op de spaarrekening verdien je niets. Dus je moet risico nemen. Nou ja, en dan ook weer vorig jaar, eind december, hadden we slechte tijden op de beurs. Die zijn we nu weer vergeten. We zitten nu allemaal heel blij naar elkaar te kijken dat we zulke mooie rendementen hebben dit jaar. Maar ja, bedoel, dat is allemaal geweest. We gaan nu naar de toekomst. Nou ja, ik zei het al. Beperkte economische groei, lage inflatie en natuurlijk die rol voor de centrale banken. Hoe gaan we dat dan doen? Ik vind dat je een combinatie moet hebben altijd tussen groei en waarde. Waardeaandelen zijn een beetje de zandzakken voor de deur als het misgaat. Dat je gewoon denkt van nou ja, bedoel, hier kom ik de recessie die driekwart van de kenners ons al aankondigt, die kom ik dan ook wel door. En ook natuurlijk gaat er heel veel wel door, dus technologische ontwikkelingen. Nou, waar kom ik dan op? Technologie. Wat vind ik nou een leuk bedrijf? Nou, dat is Nvidia. Het is een bedrijf dat is natuurlijk eigenlijk altijd al duur geweest. Maar in augustus hadden we een aardige dip in de koers. En toen heb ik hem opgepakt voor klanten. En waarom heb ik dat dan gedaan? Nou, vroeger kent iedereen het van de spelletjes, van de Xbox en de PlayStation. Maar tegenwoordig zitten eigenlijk de chips en alles van Nvidia zit in alle technologische ontwikkelingen die je maar kunt bedenken. Of het nou om zelfrijdende auto's gaat. Natuurlijk ook met wat zij hebben ontwikkeld bijvoorbeeld, is dat je niet meer echt een chip hebt. Maar dat het de bouwers van de chips, dat ze daar gewoon een platform hebben, zodat ze hem kunnen personaliseren. En wat ik al zei, ze zijn overal aanwezig. Ik heb geprofiteerd van de dip en ik denk niet dat het, het is nooit een goedkoop aandeel. Het is nu alleen een goedkoper aandeel. Maar naar de toekomst toe en alle ontwikkelingen waar ze in zitten, vind ik het een heel fijn bedrijf om binnen een goed gespreide portefeuille te hebben. En want ik hou ook altijd erg van niet alleen in euro's beleggen, maar ook in dollars bijvoorbeeld. Nou, dan ga ik naar een trend. Nou ja, trend is een ESG beleggen, Iberdrola. Nou, is de grootste netwerkbeheer en windmolenpark energie uit windmolens ter wereld. Ze hebben al heel lang geleden daarop ingezet. En wat het grote voordeel is van Iberdrola, is dat ze dus geen kolencentrales hebben die ze nog allemaal moeten ontmantelen. Waterkracht, alles zit erin. Nou ja, bedoelt, u weet allemaal, heeft de beelden wel gezien. In Spanje heeft het heel hard geregend een poosje geleden. Is heel fijn voor het opwekken van waterkracht. Maar als je dan ook weer kijkt, stabiele kaststroom met natuurlijk al dat netwerkbeheer wat ze doen. Nou, het is een vrij gereguleerde markt, dus ze hebben hele goede, stabiele inkomstenstroom. Dus ja, gezien ook de trend van steeds meer schoon beleggen, vind ik Iberdrola heel mooi om in de portefeuille te hebben. En waarom vind ik dat ook nog meer mooi? Omdat er ook nog eens een heel mooi dividend op zit. Wat ze nu gaan doen is, de energie die ze opwekken, die is al schoon.
Wat ze nu nog meer gaan doen is laadpalen neerzetten. Nou, iedereen vindt van alles van laadpalen en hoe snel die zijn. Maar ze zijn echt dat heel snel aan het uitrollen, omdat het transport natuurlijk nog lang niet altijd schoon is. Maar daar zijn zij iets aan het doen. En ook dan weer Iberdrola, Spaans nutsbedrijf, hele stabiele inkomstenstroom. Heel graag binnen een goed gespreide portefeuille. Nou, ik ben ook altijd heel erg van Zwitserse bedrijven. Dat zijn natuurlijk ook een beetje, nou ja, waardeaandelen bij uitstek. Ik vind Givaudan een hele mooie. Het is de grootste maker van smaak- en geurstoffen van de wereld. En weet je wat zo mooi is aan die geur- en smaakstoffen? Het is maar een beperkt deel van de kosten van het product. Maar het is wel heel bepalend voor de consument wat jij neemt. Of het nou om geur gaat, dat doe je toch op basis van wat je ruikt. En niet op toch iets minder op het merk. En bij smaak natuurlijk precies hetzelfde. Dus wat het bedrijf zo goed heeft, is een enorme pricing power. Juist omdat ze zo belangrijk zijn met die smaakjes en die geurtjes. Dan ook weer, zeg maar, de laatste kwartaalcijfers. Dan zag je dat nog niet de hele grondstofprijzen, dat die doorberekend waren. Naar de eindgebruiker. Maar ja, omdat ze zo belangrijk zijn, gaat dat wel gebeuren. En dan trekken de marges weer aan. Nou ja, wat ik al zei, ze zijn de grootste. Ze hebben heel veel patenten. Ze hebben heel veel geurtjes en smaakjes. Het is niet alleen voor de geuren van parfums, maar ook gewoon voor persoonlijke verzorging. Ze zitten wat smaken betreft ook gewoon in snoepgoed, maar in allerlei voeding. Dat zie je ook weer, dat heel veel met citroen en zeg maar dat soort smaakjes, die worden weer steeds belangrijker. Nou ja, je hebt echt hier de wereldmarktleider te pakken. Dan ook weer in tijden van onrust. De Zwitserse frank blijft natuurlijk ook een beetje een veilige haven altijd. Dus nou ja, ik zeg, doe ook gewoon Givaudan in je portefeuille. En dat zijn drie van de namen die wij voor onze klanten in portefeuille hebben. Maar we hebben er nog heel veel meer. En wij doen nooit hele zware posities. Wij doen iets van ja, tussen de maximaal 4,5-5%. En wat ik dus ook zo belangrijk vind, wat ik al zei, binnen die goed gespreide portefeuille, laat je niet leiden door die waan van de dag. We krijgen hier die gouden tipjes voor even. Maar in principe doe ik dus altijd dingen die voor lange tijd in de portefeuille kunnen. Nou ja, en wij staan hier op de stand. Dus u kunt van alles wel aan ons vragen doen. En denken van, nou ja, kijk eens naar mijn portefeuille. Kan ook altijd. Wat vind je hier nou van? We zijn altijd heel simpel. Als het goed is, is het goed. En als het beter kan, dan zullen we dat ook zeggen. Maar het is en blijft uw eigen geld. Dus doe ermee wat u wil. Dank u voor de aandacht.